major resistance. Nice. First Order dare bring a capital ship to this peaceful planet. Let's teach them a lesson not to overextend themselves by wrecking that Star Destroyer. Star Destroyer. But we can't do it until we've secured the ground. Get on that objective!
Prey just joined us. Getting in place. Sending more to break the coordinates. We can handle this, right? Scanning area. Mortar strike requested. Defend the objective. Enemy is in control of almost all vital positions. We need to push them back. Go get the target area. Ja. Ligt maar aan wie het zegt. Als het is, wat is het? Bericht wordt beantwoord. Als het, hoe heet het is? Gebiedende wijs is het in de ik-persoon. Dus dan is het, met alleen een D. Maar... ja, ik weet het niet precies. Ik moet dat niet zo meteen. Kylo Ren has been spotted. Better watch it. Area scan activated. Calling in a mortar. Our orders are to secure those command posts. Sending fire machine now. We got a chance of winning this.
keep it up. Walk away. Is here. Now the force is really with us. Any targets. Fire mission on these coordinates. Ik mag hem rustig raak schieten. Surely witness. Getting in place. There, beacon in place. Sending fire mission now. Command, full smash.
reports of Kylo Ren having joined the enemy. Better watch it. Ik kan er niks aan doen dat ik denk dat het staat. Oh, kak, nee, dit is die stinkt nooit. Oh, deze is echt normaal. We control almost all the positions. Die droid zie je echt nergens. Is nu volledig gebruikt. Oh. Deze is zoveel beter, jongen. Matig. Infiltrators zijn zoveel beter dan Enforcers. Oh, we hebben het gehad. Wat matig. Ja, als mijn borden nog niet. Dat aanvast, dat ook alles. Als je dat ding wordt, I've got an idea. Wat?
op het moment dat ze allemaal klaar zijn met boren. Look sharp. We're gonna come on that Star Destroyer like a Nexu on its prey. Wat? Zo snel. It's close quarters. Sure. We have to secure the server room first. Hit those memory cores with all you got. Waarom? Oh. Dit ziet er goed uit. Kylo Ren heeft zoveel punten gehaald, jongen. Gunner, toppie. Oké, heel veel zorgjes. Hebben ze hem aangepast? Stay on the objective! What? Sure. Ja, die dingen heb ik binnen niks. Het enige goede die is... is die airstrike en die... Daar heb ik niet zoveel aan binnen. Nee, BB-8. So far, so good. We'll take out the hyperdrive generator next. That should turn the ship into slag. We have to expose that thing by securing one of the shield control points. Gozer, ik krijg niet eens de tijd om mijn cannon op te laden. Zo zwak is dat ding. Dat is toch zwak? Kom op, dan moet je gewoon eens race spelen. Ik kan ook gewoon spammen tot ik hem heb. Ja, 7 minuten, jongen, daar ga ik echt niet op wachten. Nou, ga ik wel even met die spy op voet. Oh, ik zei 9, ik stond de tweede. 10. We have reports of Kylo Ren having joined the enemy. What is this? Capture. Scanning area. Gozer, kun je als ze alle vier tegelijk spelen of niet? Ik zie er 1, 2, ik zie er 2. Waarom zet je er 3 neer als je er toch maar 2 kan gebruiken? Die Finny gaat waarschijnlijk nog niks kunnen doen. Als ik Finn kan kiezen, ben ik ook wel blij. BB-8. Ik ga even denken of ik co-op met BB-8. Sure, waarom wel eens even. Wat voor dan? Stinker in de vleugel. Ik heb er niet in zit voor dood geschoten. Kylo Ren has been spotted. Better watch it.
dit is heel fijn. Die gozer. The hyperdrive generator is vulnerable. Everyone fire at it. Ik ga even met heavy. Voor de punten. Is Tim nou gewoon mod? Ja, ik heb eigenlijk geen idee waarom Tim wel mod is en jij niet. Maar ik weet wel waarom jij mod bent. Waarom jij geen mod bent. Zodat je chest dealer met de chat verwijdert. Maar waarom Tim er wel... Kan ik dat weghalen? Oh, moderator verwijderd. Nu kan het wel. Nu is Tim gaat van moderator verwijderd. They say Phasma is leading the First Order troops. Better be careful. I got it. Wat? Dit is toch zielig? Dat noem je een hoezo een D-abonneer? Goos, waarom zou ik jou moderator maken? Waarom zou ik jou moderator maken als je toch iedereen verwijderd uit mijn chat? Dan heeft het geen nut om jou moderator te maken, want dan... Ja, nou... Kanaal is aan het doodgaan. Ik hoop eerlijk gezegd dat het niet haalt. Ja, maar elke streamer zijn. En er zijn nog mensen, zeg maar. Wat? Headbucket Phasma just entered the fray. You're damaging the target. Keep shooting. The hyperdrive generator is about to be destroyed. Hyperdrive generator neutralized. Oh, mag een hele mod. That thing never stood a chance. Excellent shooting. Now let's get out of here and watch the fireworks. Kan ik dat ergens aanpassen? Oh, oops. Audio. Ik weet niet of jullie het dan ook anders horen. Misschien is het zo beter. Ik ben zeer matig geworden. Ligt maar waar we heen gaan. Als we naar Jakku gaan, dan weet ik. Als we naar Agent Kloss gaan, dan ga ik doorspelen. Gelukkig maar. Objective 27. Jakku. Oké, doei. Ik ga nog niet op Jakku spelen. Met de ik speel alleen op dit moment. Dus omdat niemand anders als je game heeft. Dat is niet heel leuk, maar... Maar ja... Ik ga even mijn titel veranderen. Co-op. Resistance. Geen idee. Even kijken. Waarschijnlijk ergens 5 of zo. Je hebt het echt grappig, dus dat niet op. Ik refresh de hele tijd mijn lijst en staat er niet op.
Agent Claws, okay. Wacht, dit is Agent Claws? Kun je als die Wade spelen met Agent Claws? Haha, wacht een dood. Auw. Even niet. Waarom is het scheef? Dit zoveel beter gemaakt. Waar is Chewbacca? Ik kan niet als Chewbacca. Waarom zit deze er ook in? Nou, eindelijk hebben we dus goede puntkosten gemaakt. Waarom zit deze erin? Dat is wel leuk, maar ze doen niet zoveel. Vroom, vroom, vroom. En Jigglypuff zit niet in deze game. Hoe vervelend je dat ook vindt, zit er niet in. Het is geen Pokémon. Ik snap echt niet. Dit is wat een onding. Wat? Wat is gij doen? Je kent al deze characters niet. Oké, ik ga dit niet meer doen. Wat een poepding. Oh, overheen. Boem, boem. Oh, ze kijken hoe weinig damage dat ding doet, jongen. Dat is echt treurig. 69? Femur? Ja, dat is Vader zeker. Ja. Oh, ik wil toch als BB-8 spelen, jongen. Dat was een flash. Hij is nu al broken. Kijk, dit is veel leuker nog. Waarom ik zo'n extreem goede aim? Nee, nee. Ik ben gewoon extreem goed. Ja, ik heb dat. Het was echt heel makkelijk. Goed, ze moet nu genoeg hebben. Matig, we kunnen alleen als Freak als spelen. Wat had ik ook alweer? We're gonna have to fall back. Get ready to move. Ja, ze pasten alle drie niet echt. Ik heb diegene gekozen. Jezus, heb ik ook weer gekozen.
geen idee, ik ga zo even voor je kijken. Even deze. Ik zie wel niemand. Maar, dat zit nu al niet als. Waar is de Mandalorian van? Nee, dat kan niet. Want die zit niet in de game. Ze hoeven maar één van de twee command points te hebben natuurlijk. We zitten allemaal op deze point. Killed me a shotgun. They say Phasma is leading the First Order troops. Better be careful. We have to retreat one last time. Get ready. Waarom is er alleen BB-8 gebruikt? Daar wil ik juist mee spelen. Ik wil gewoon met BB-8 spelen. Thank you.
Goedenavond, maat. Oh, 3500. Officers zijn echt zwaar genurst, maar ze zijn niet goed. Finn just joined us. He knows all the tricks of the First Order. Oké, Duits. Even kijken. Ik had... C. Ik vond het wel leuk. Dan hebben we echt veel gespeeld. Join ook een 60. Even kijken hoor. Ja, dit is een losing game. Het is niet om met een deze te joinen. Kut. Doe ik geen tonics uitschrijven. Ik ga een giveaway doen met 75 subscribers, dus... Als je wil dat je wat wint... Dan moet je me even lekker promoten. Ja, ik ga even iets voor public. Sure. Nee, nee, dat is niet. Dat zit hier nou. Single player. Great, solo, custom, team battle. Tokadana. Even kijken. Ga even resistance. Hoeveel kills? 250. Gewoon om even de heroes te testen. Leuk, we kunnen alles kiezen. Leuk! Lekker met de BB-8 spelen. Oh,
Dit is een duidelijke tussenpakste. Dat is wel leuk om te gebruiken. Dat is ook echt heel leuk om te gebruiken. Oh, zit er terug, zo'n hero. Zo'n guy die echt gewoon super low is, moet ik. Is echt gewoon one hit, moet ik nog 3 keer raken. Dat is terug. Easy. Een beetje mee. Even kijken hoe je die nieuwe emotes moet krijgen. Van BB-8. Volgens mij kun je ze niet kopen. Credits, crystals, moet echt. Even kijken. Challenges. Waarom staat er dat je wat gezegd hebt? Oh. Leek het zo of was het heel makkelijk? Ja, dat ik zeg maar. Was de bedoeling. Credits. Nee. Troopers. More credits. Heroes. Moet ook niet echt. Collections. Ik wil gewoon weten hoe je die challenges kan zien. Milestones. Dat voelt mij niet. Waarom is dat dan niks? Dat kun je van niks. Hè? Home. Oh, hier is het misschien. Nee, het zijn allemaal time challenges. Even kijken. Kylo heeft als het goed is een nieuwe emote gekregen. En hoe krijg ik die emote? Available in crates. In crates. En hoe kom ik aan die crates? Kijk, multiplayer, more, versus, prima. Ik zou gewoon BB-8 als mijn main maken. Dat zou echt heel treurig zijn. Ik sta wel echt extreem achter. Hey.
Dit is echt leuk. Ik join een losing game. Heel fijn. Ik ga hem eentje gaan vechten tegen deze guys. You're no challenge. You chose the wrong side. Als mijn team joint net voor de leden. Dit is echt treurig. Ik leef er nog, maar ja, ik ben helemaal dood. Tot die genoeg. Hoe krijg ik het bericht dat eerder binnen op mijn PlayStation? That Jedi is skywalking over the competition. Kan ze moeten doen. She's giving them the crush. Oh, dit is treurig. Boba is heel goed, de meeste mensen niet gesproken. Ik heb maar 450 HP of zo. Ik ben eerst voor mijn team, oké? Heel treurig. Hoe is het ook een kwart voor 10, weet je? Ik kreeg het gevoel dat het 8:30 was of zo. Ja hoor, ik ben gewoon lekker 50 van. Wat? Heb je de Mandalorian gezien dan? Hij is ook Mandalorian. Zijn vader was een Mandalorian. Mandalorian Bounty Hunter. Daarom is Boba ook een Bounty Hunter. Maar Boba is bad. Niet goed. Wij willen als BB-8 spelen. Dat zijn eigenlijk upgrade cards. Increase maximum health. Die is ook heel goed. Damage while rolling charge. Het first. Hier ik eens denk. Kijk, BB-8 is hartstikke leuk, maar. In Heroes vs. Villains is hij echt heel slecht.
Oké. Leia, dan. Oké. Ja, maar kijk, stel nou je wil met andere mensen spelen, dan kun je met andere mensen spelen. En ik niet, omdat ik zeg maar totaal in mijn eentje ben. Niemand anders die ik ken dat speelt. Ja. Het is ook best een onbekende game. Het is wel leuk hier. Dit is heel fijn, we hebben precies één lightsaber hero. Hij spelen tegen drie lightsaber heroes. Ik ben ook een van de weinigen die er niet op kan. Oh, dit is... Oh, oh. Oh, ik dacht al. Oké. BB-8 is nutteloos. Come closer. Ja, daar ga je Boba. Good. Gruesomely triumphs over evil. Not many, but still dangerous. You're persistent. Chosen one, countless victim. Do ya? Oh, so we're still not dead. Work together, hear me? What? Nergens over Yoda. Yoda is niet heel goed. Klinkt wel gek, man. Hier was ik net al. Het is echt zo'n moeilijke planeet om te leren kennen. Het is echt een dolf hier binnen. Oh, dit is echt heel fijn. Maak weg. Nee, dat mag niet. Fijn. Terug is Luke gekozen. Oh, ik zou even zien. The heroes can't stop the whole stream. Wat? 2 AP. 2 AP. Echt een kanker. Ik heb geen idee waarom ik handen gekozen. Dat is echt heel slecht. Hij heeft wel leuke skins, maar de skins kosten echt mogelijk duur. Pas ik ervan. Deze is nummer 2. Lekker hoor. You're doing pretty good. Ja. Oh, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Oh. Solo, oh, hoe ben ik zo goed bezig? Ha! Nee joh! Ik ben normaal zo slecht met deze. Oh, oké. Oké, dat is het gewoon. Flink in mijn kont genomen. Wanneer kom je een keer naar mijn stream? Maar ben je ook aan het streamen? Als jij ook aan het streamen bent, dan kom ik ook gewoon kijken. Dan stop ik nu met streamen. Puur zodat ik naar jouw stream kan kijken. Ja, daar doe je niks tegen. Oh shit, dit is treurig. Verdomme.
Aha. Stop them all three. The Emperor of Extermination strikes again. Hij is zo goed dan. Solo, Hyper Slave, the competition. Oké, nu ben ik al dood. Gozer, ik ben echt zo lekker bezig met de hand. Toch sta ik niet eens zo goed. We gaan deze ook eens nog dik verliezen. Zeder. Oké, dat heb je niet. Je bent dood. Matig dat je niet aan het streamen wil. Hij is echt goed, Han Solo. Volgens mij heeft hij iets van een buff gehad of zo. Zal ik gewoon nu fucking 80k uitgeven? Misschien één goed met hem. Mooi bak ik echt niks van met hem. Aha. Ik ben wel dood. Jammer. Ik doe het echt zo goed, jongen. Sta ik eerste? Hoe sta ik eerste? Ik sta niet eerste, ik sta tweede. Hoe sta ik tweede? Ik kan er echt zo makkelijk uitkomen. Ah nee, heeft iemand al een solo genomen? Wat een zwakke hond. Oké, dan heel goed. Waarom is dat? Ja, ik heb geen idee. Ik ben al solo druif, niet jij. Ik heb die BB-8 guy ook nog helemaal niet gezien trouwens. Geen idee waarom hij zo goed is. Hij stond altijd net boven de helft als hij gerankt had. Ja, dat doet het over gekke eenbol. Ik sta eerste. Hoe sta ik eerste? Goeie uitgang kiezen. Volgens mij is het deze. Het is niet deze. Nee, het is maar ik denk dat waarom Han zo goed is, is omdat blaster pistols of lightsaber kan deze niet blokken. Ik ben de eerste geworden. Ik ben volgens mij nog nooit eerste geworden met heroes die ik altijd nam. Speel ik één keer als Han Solo, word ik meteen eerste. What the fuck. Maar het is misschien ook puur voor deze map dat die goed is. Kan je goed zijn dat hij op een andere map. Als het met 4 tegen 1 wint hij sowieso nooit. Ik ben eerste geworden, hoe dan? What the fuck. Even kijken, jij moet ook even een snoer. Matchmake. Dit is wel iets leuker. Maar hetgene wat ze dus hebben uitgebracht nu, Supremacy, komt dus ook binnenkort naar alle andere maps. Ja, dat is leuk. Geonosis is buiten. Als ik dat goed is, dat buiten. Ik heb volgens mij nog nooit dit op Geonosis gespeeld, joh. Tegen je combat score 2, dat is nog maar niet eerste geworden, jongen.
in de... Al solo. Ik ben de enige in de lobby. Yeah. Ik ga even kijken naar zijn starcards. Shoulder charge, boeit niet, sharpshooter, juice, less active time, but after each headshot kill, blast without the reading, boeit niet. 6-5 seconds after the touch to the surface will increase the blood. What? Each defeat with shoulder charge, tackle, reduce charge time, boot need to detonate charge 2, bones damage. Extra dodge ability, die is echt heel goed. Improved capacitor allows build less heat when firing is ook goed. Standard duration. Goed hoor. Oh ja, ik moest ik met Chewbacca spelen? Ja, ik wilde niet met Han spelen. Als jij wil dat ik met Chewbacca speel, dan ga ik even met Chewie spelen. Nee, ik heb geen Rocket League. Goos, moet je nagaan dat je voor deze skin 40k betaalt. Alles wat hij heeft. Zoom in. Is een bril. Chew is echt een van de slechtste heroes in de game. Nee, ik vind het eigenlijk ook liever echt kutspel. BB-8, jongen. Dit ziet er toch niet uit? BB-8 zo erbij. Je moet nagaan dat BB-8 zo meteen tegen Darth Vader vecht. Dat is toch treurig. En nu, de fate van de galaxy zal worden determined. Wie zal winnen? Dus 40k veel. Ja, gezien het feit dat je, nou wat zal het zijn, 2-3k per match krijgt. Als je zo'n grote Capital Supremacy match speelt, dit soort matches krijg je 2-300 per match. Weet je, is echt een slecht. Maar ik ga er niet verder mee spelen, want dat ding is echt niet te doen slecht. The Raging Red is ja, Capital Supremacy, waar je ongeveer, nou, als je het echt goed doet, 2k krijgt per match. Zo'n match kan wel eens anderhalf uur. Dit is heel fijn. Gozer. Het is mijn teammates ook weer slecht. En dit soort matches, nou, dat heb je net gezien. 15 minuten duurde deze boys. Maar ja, in principe maakt het niet echt uit hoe lang een potje duurt. Dus ja, als het leuk is, dan is het juist leuk om langer een potje te hebben. Dan heb je echt wat op te bouwen. De BB-9 is echt onmogelijk om te raken, dat ding. Is hij dood? Hij is dood. Oh, ineens zijn ze er allemaal afgelopen. Hallo. Hallo, dankjewel. Ja, maar volgens mij is het niet zo dat je aan het begin van het potje, zeg maar, met slechtere troepen speelt als je aan het einde van het potje speelt. Dat je iets opbouwt in de dood. En dat is wel zo in deze game.
Het is ook zo dat je zeg maar met hoe beter het trucje speelt, hoe meer experience je krijgt. Die way, dit is zo'n grote blast voor jullie. Hey, Boba. Hoe mis ik hem ook? That armor's looking rusty. They didn't make me a general for nothing. Sorry for that. Geflikkerd. Dat is zo nice. Maar zeg maar, dit is een aparte game. Overwatch is het alleen maar heroes. Dus als je die heroes niet kent, dan is het wel. Nice, goed. Ik weet het niet uit. Dit is waarschijnlijk wel crossplay. Dus ja, dat is gewoon nice. Maar ik ben niet zo'n Overwatch fan. Ik vind het ook eigenlijk niet aan om even kijken. Ja, dan is het. Ja, ik kan wel heel leuk gaan kopen als ik het heb gespeeld. Ik moet echt even wat skins gaan kopen voor Han Solo. Deze guy is echt zo goed. En die zijn ook niet slecht. Zo. Die smoke screen is not bad target practice. Het is zo easy kills halen. Nou, blijf ze. Oh, daar zit nog een kap. Anders. Dark shit. Waar is de rest? Mission comes first. I will never join the dark side. Waarom kies je first, joh? Waarom zou je dat doen? Is Sky.
Skywalking over the competition. Rev is the best. Kenobi breaks the Death Stick. Ja, maar dat is maar het enige wat je kan doen. Heel leuk. Wat doe je? Wat? Droid. Oh, ik zit hier vast. Great. Ja, ik zit hier allebei vast. Geweldig. Ik sta gewoon. Ik doe het normaal nooit zo goed. Ik ga wel, denk ik, met een 10 minuten kwartiertje stoppen. Morgenavond kan ik wel langer doen. Als jullie het leuk vinden, te koepelen. Chewie says be careful. I promise I will. Oh no, no! Follow my lead. Waar zijn de enemies? Wat? Ik raak hem toch? Deze. A stunning display of marksmanship. That will claim more victims every time he describes it. Hoppateetje, staan hoor. Flink veel beter dan de rest. Ga even wat hero skins kopen. Of kopen, ik ga even shoppen. Geen idee of ik wat halen. Ik wil wel even een emote halen voor. Weet ik veel. Heroes die ik gebruik. €115,000. Ja. Heb ik al €115,000? Ik dacht echt dat ik meer had. Oké, okay, appearances. Deze. Nee. 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 Deze is wel leuk. Maar hoeveel anders is deze? Heeft alleen een ander jasje zeker. Ja, boeit me niet echt. Deze is wel heel anders. Vind ik deze denk ik nog het leukst. Even emotes. Pokey religion. Oh. Great kid. Don't get cocky. That's two, you owe me, Junior. Pokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster. I'm out of it for a little while. Everyone gets delusions of grandeur. Victory poses. Gebruik het nu te raken. Raak deze nu toch? Twitch taal zit hier op YouTube. Ja. Dat is niet zo grappig. Saaie kussens. Ja, I know. Het valt echt mee. Nou, moet ik zeggen dat skins in deze game niet zijn zoals skins in Fortnite. Echt niet hoor. Hier. Gast, ik heb hier 40. Dit is origineel. En ik heb hier 40k voor betaald. Niet dat ik er niet ziek ben, maar ik ben wel ziek zonder hem. Hier betaal je 40k voor. Dus ja. We zijn een beetje overpriced, maar dat is EA. Hier de een van de. Ja, hier op pyjama. Maar ik gebruik deze guy niet.
Grievous. Die zeggen dat dit de beste skin in de game is. Ik vind van niet. Hier betaal je 80k voor. 80k. Dit is het origineel. En zo ziet hij er met de 80k skin uit. What the fuck. Hoe ga ik nog? Zo. Ik vind hem eigenlijk wel zo matig. Hij zou stoppen. Ja. Maar ik gebruik deze ook niet. Eigenlijk zijn de enige die ik gebruik zijn Phasma, waar nog niet echt een skin. Daar is geen skin voor. Hier is geen skin voor. Hier heb ik al een skin voor. En dan qua Good Guys solo. En deze hier heb ik al een skin voor. Dat is namelijk de Acto. Zo is origineel. Zo is Acto. Deze ook wel leuk. Niet waard. Emotes. That was lucky. You. You're afraid. You're a monster. I think I can handle myself. Die is wel leuk. Nog een. Victory poses. Heb ik er eentje van gekocht. Wat is dit nou weer? Waarom zou ik dit willen? Deze vind ik gewoon het leukst. Misschien deze. Ik vind deze gewoon het leukst. Deze kan. Ja! Dat moet ik even doen! Ja! Toppie. Ja, Overwatch heeft hele andere skins. Waar kan ik codes invoeren? Kan dat hier? Options, misschien zijn er options. EA-account. PDL. Dat is nou een motion blur. Oh nee, godverdomme. Filmic effects, natuurlijk druk je aan. Even kijken, ik moet even iets kunnen invoeren ergens. Ik weet niet of dat hier kan. Ik weet überhaupt niet waar dat kan. Oh wacht, misschien kan het hier. View profile. Oh, dat ben ik zelf. Ja, skins. Maar het zijn wel heel veel realistische skins. Dus misschien. Kan ik hier inderdaad. Hier zo, ik heb nog crystals. Kan ik hier zo'n coding voeren zo. Oké, even. Dit is net als GTA. 200 crystals. Daar kun je niks mee. Daar kun je echt niks mee. Je kunt geen crates kopen. Maar. Oké, staat er iets voor die code te activeren? Ga naar PlayStation Store in het hoofdmenu. Klik code inwisselen. Volgens stukjes op scherm. Oké, dat ga ik zo even doen. Maar ja, ik ga ook stoppen. Dankjewel voor het kijken.